fell sweet, and the soft spring rain still falls. Far across the sea, where the soul flies free, I can hear the grey goose call. It's not so long till the end of time, the last cold trumpet is blowing, and the end of the day has sadly slipped away, died without your knowing. But in the east the storm clouds gather, like black smoke rimmed with fire, and the red blood runs with the setting of the sun, and the fuel flames rise higher. Is in the east the storm clouds gather, like black smoke rimmed with fire, and the red blood runs with the setting of the sun, and the funeral flames rise higher. Goedemiddag, dames en heren. Hallo, jongens en meisjes. In deze schooltelevisie-uitzending gaan we kijken naar de laatste aflevering van de serie Wat gebeurt er deze maand? En ook deze keer geven we het woord weer aan Joop van Zijl. Dag, meisjes en jongens. Dit wordt de laatste aflevering van Wat gebeurt er in dit schooljaar? Ik begin met een paar berichtjes over onderwerpen waarover we het al eens eerder hebben gehad. De verkiezingen. Op 26 mei werden de nieuwe leden van de Tweede Kamer gekozen voor een nieuwe periode van 4 jaar regeerwerk. Nu moeten nog de nieuwe ministers worden aangewezen. De koningin heeft de heren De Koning en Lubbers gevraagd met de partijen te gaan praten. Samen zoeken ze nu uit welke partijen het met elkaar eens kunnen worden en voor ministers willen zorgen. Op dit moment proberen het CDA met Van Acht, de Partij van de Arbeid met Den Uyl en D66 met Jan Terlouw afspraken te maken. Bij elkaar hebben deze drie partijen genoeg mensen in de Tweede Kamer om de plannen van de nieuwe ministers goed te keuren. Maar of ze het met elkaar eens worden, dat weet nog niemand. Kinderpostzegelactie. In oktober hebben we het gehad over de kinderpostzegelactie. Met het geld dat dankzij de hulp van veel kinderen werd opgehaald, kunnen kinderen in Nederland en in de arme landen worden geholpen. Maar wat we nog niet hebben verteld is hoeveel er precies is opgehaald. Wel, een paar weken geleden werd het bekend. Bij elkaar was dat 15 miljoen gulden. En dat is meer dan ooit tevoren. Greenpeace. Nog een laatste nieuwtje over Greenpeace. In mei heeft Greenpeace een boot gekocht. Die is naar Amsterdam gevaren en daar wordt die nu helemaal opgeknapt. De bedoeling is dat Greenpeace er in juli mee gaat varen. Ze willen actie voeren tegen het storten van afval in de zee. De naam van het schip is de Sirius en dat betekent heldere ster. Vinden jullie dat een goede naam? Of vind je de Rainbow Warrior 2 een betere? Of weten jullie een nog betere? Nou, stuur maar een briefje met een naam naar ons of naar Greenpeace. Het jaar van de gehandicapten. Misschien kunnen jullie nog het programma herinneren over Wilco, een gehandicapte jongen. Die zei in ons programma: ik wil niet dat mensen zielig tegen me doen. Laat ze maar gewoon met me omgaan. De kinderen van de 5e klas van de Prins Klausschool in Nijverdal hebben dat programma ook gezien en ze hebben er werk van gemaakt. Elke vrijdag gaat een groepje uit de 4e en 5e klas met gehandicapte kinderen van het opvangcentrum naar het zwembad om ze te helpen. Ja!
Na het zwemmen drinken ze met z'n allen gezellig koffie. Op woensdag gaat er weer een ander groepje naar het opvangcentrum om daar met de kinderen te spelen. Wij vroegen de kinderen van de Prins Klaus school hoe ze dat vinden. Erg leuk. Alleen in het begin wist je niet precies wat je moest doen. En ja, je vond het een beetje vreemd. Maar nu weet je hoe die kinderen doen. En dan is het veel leuker om met ze te spelen en die kinderen te schommelen en zo. Ja, ze was nogal... ik vond het eerst nogal vreemd. Ik wist nergens van. Maar later toen vond ik het toch wel leuk. Vind ik vooral met Aard. Ja, die kon mooi spelen. Je kon hem overal mee toenemen. En hij herhaalde ook elk woordje. Dat wij zeiden van goed zo. Zei hij goed zo. Nou, dat vond ik wel hartstikke leuk. Zo, en dan nu tot slot het onderwerp van deze maand, de weersverwachting. Het KNMI verwacht voor de komende dagen wisselvallig weer, waarin af en toe perioden met zon, maar ook een regenbui. De temperatuur zal dalen tot zo'n 16 à 17 graden. De weersverwachting die je meestal hoort op radio en televisie wordt hier in de beeld gemaakt door weermensen van het KNMI. Voor sommige kranten en een paar radio- en televisieprogramma's wordt het weerbericht gemaakt door Jan Pelleboer. Ook voor ons programma zijn we bij hem op bezoek gegaan. Vroeger heeft meneer Pelleboer gewerkt bij het KNMI. En nog eerder, als kind, was hij trouwens ook al met het weer bezig. Ik was ongeveer 10 jaar toen ik met weerwaarnemingen begon. In de winter noteerde ik de temperatuur, we hadden dat gevroren en dat prikte ik op een schuur van een café in het dorp. Vroeger waren er helemaal geen weersverwachtingen en daardoor keken schippers, boeren, molenaars vooral naar de wolken, maar niet te vergeten naar de wind. Want door goed op de wind te letten kun je dikwijls al een goede weersverwachting maken. Laten we maar eens gaan kijken. Een goed voorbeeld om het weer op korte termijn te kunnen voorspellen, dat is op de windrichting te letten. En niet iedereen heeft een schoorsteen of een fabriek in de buurt waaraan je aan de rook kunt zien waar de wind wegkomt. Maar daarvoor kun je heel mooi een vlaggetje of een windvaan gebruiken, zoals we die hier hebben. Deze windvaan die laat zien dat in dit geval de wind van die kant komt. De wind die kan veranderlijk zijn, uit alle hoeken, maar die kan soms ook in een half uur of in een uur draaien en soms duurt het wel een hele dag, maar dan goed opletten. Want wanneer de wind met het uurwerk meedraait, dan krijgen we in de regel een weersverbetering. Maar draait de wind tegen het uurwerk in, dan komt er in de regel een front of een depressie met regen, dus een verslechtering van het weer. En als de wind niet draait en uit dezelfde richting blijft waaien, dan zegt dat ook iets over het weer. Om precies te kunnen vaststellen uit welke hoek de wind waait, dient men gebruik te maken van een kompas. Hier de windrichtingen. Komt de wind uit het noorden, uit de koudere gebieden, dan koud weer. Waait de wind uit het oosten, dan overwegend droog weer. Komt de wind uit het zuiden, dat is uit de warmere landen, en kans op warm weer. En komt de wind uit het westen, van zee, dan vaak kans op regen en ook veel bewolking. Als de wind van zee komt, is er kans op buien of wolken. De zee en de wolken hebben dus iets met elkaar te maken. Om te kunnen begrijpen hoe een wolk ontstaat, kun je er zelf het beste in maken. Daarvoor heb je bijvoorbeeld nodig warme lucht en vochtige lucht. Neem je adem, die is warm. Dat kun je ook voelen.
warme lucht stijgt op. Dat kun je niet zien, maar wel aan iemand die een sigaar rookt. Onze adem is niet alleen warm, maar ook een beetje vochtig. Dat kun je zo niet zien. Maar wel wanneer je tegen een ruit blaast. Dan kun je het voelen en ook zien. Als vochtige en warme lucht van je adem snel afkoelt, bijvoorbeeld in de winter, dan weet je misschien wat er gebeurt. Dan komt er een wolkje uit je mond. Dus als vochtige en warme lucht afkoelt, verandert het in een wolkje. Wanneer je nu met een sterk vergrootglas zo'n wolkje bekijkt, dan zie je dat zo'n wolkje bestaat uit heel veel kleine druppeltjes. Ze zijn zo klein en licht dat ze blijven zweven en dansen in de lucht. En nu de wolken in de natuur. Ook in de lucht om ons heen zit vocht. Vooral boven water is de lucht vochtig. Je kunt het niet zien. De vochtige lucht is nog warm. En je weet al, warme lucht gaat omhoog. Hoog in de lucht is het vaak erg koud. Dat kun je zien aan de sneeuw op de top van hoge bergen. Als nu de vochtige lucht ook zo hoog komt, dan wordt deze lucht dus ook koud. En je weet wat er gebeurt als vochtige lucht koud wordt. De vochtige lucht verandert in stoomwolken. Op een versnelde film kun je dat goed zien. Laten we nu de wolken eens van heel dichtbij bekijken. Zie je, net als bij het wolkje van je adem, bestaat zo'n grote wolk uit heel veel kleine druppeltjes. Deze druppeltjes zijn nog zo klein en licht dat ze blijven zweven in de lucht. Uit deze wolken valt geen regen. Maar wanneer gaat het dan wel regenen? Dat gebeurt als een wolk gaat bevriezen. Jazeker, hoog in de lucht kan het zo koud zijn dat het er hard vriest. Ook de kleine druppels van de wolk bevriezen. En als deze druppels tegen elkaar aanbotsen, dan vriezen ze aan elkaar vast. Zo worden ze steeds groter en groter tot ze zo groot en zwaar zijn als een sneeuwvlok. En dan vallen ze. Op weg naar de grond wordt de lucht weer warmer. De sneeuwvlokken smelten en op de grond gaat het regenen. En als het bij de grond ook koud is en vriest, bijvoorbeeld in de winter, dan smelten de sneeuwvlokken niet en dan blijft het sneeuwen. Nu is er nog iets waaraan jullie vaak een goede weersvoorspelling kunnen maken, door te letten op de bewolking. Want daaraan kun je heel vaak zien of het gaat regenen of dat het droog zal blijven. Je moet dan goed letten op de randen en om de omtrek van deze wolken. Want zijn ze duidelijk en scherp afgetekend tegen de lucht, dan zijn deze wolken nog niet bevroren. En uit zo'n wolk valt nog geen regen. Bij deze wolk is het heel anders. De randen zijn niet meer zo scherp. Je kunt dan aan de sluiers zien dat ze vaag worden en dan komt er ijs. En deze wolk kan ieder ogenblik een flinke bui met zich meebrengen.
Deze streepwolken of windveren heb je vast al wel eens gezien. Ze komen vaak voor in de buurt van regenwolken. Wanneer die de lucht geheel gaat bedekken, komt er na enkele uren vaak regen. Schapenwolkjes voorspellen vaak heel mooi weer. Maar worden ze snel groter, dan is toch de kans op buien aanwezig. Als je let op de wolken, dan kun je iets zeggen over het weer. Maar let je op de wolken plus de wind plus de temperatuur van de lucht, dan weet je meer. Dan kun je ook preciezer een weersverwachting maken. Daarom zijn er overal op de wereld weerstations. En dit schip is er één van. Elke dag wordt gemeten hoe hard het waait en ook wordt gemeten hoe vochtig de zeelucht is. Dit weerstation is aan land. Met deze ballon kan hoog in de lucht worden gemeten hoe koud het is. Een radiozender seint de gegevens naar de grond. De laatste tijd worden ook kleine ruimteschepen de ruimte ingestuurd. Zij seinen bijvoorbeeld beelden van de wolken naar de aarde. Zo kun je van bijna de halve wereld in een oogopslag zien waar de wolken zijn en waar ze heen drijven. De gegevens van deze weerstations komen terecht bij het KNMI. De weermensen daar zetten alles op een rijtje en maken er een weersverwachting van voor Nederland. Ook meneer Pelleboer krijgt zulke gegevens binnen voor zijn weerbericht. Gek idee eigenlijk, dat voor zo'n weerberichtje zoveel mensen en zoveel dure apparaten nodig zijn. Waarom al die moeite? Is zo'n weersverwachting al die moeite en al dat geld wel waard? Voor veel mensen in de zomer is het prettig om te weten wat er met het weer gaat gebeuren. Maar voor velen is het ook nodig. Let op de mensen op zee en voor de piloten in de vliegtuigen. Laten we eens een voorbeeld nemen wat er een paar jaar geleden echt is gebeurd. Dan kun je het zelf zien. Er geldt vanavond een waarschuwing storm verwacht. Een stormdepressie bij Engeland is op weg naar het Waddengebied. In de avond en nacht zal boven Nederland de wind al toenemen tot kracht 10 of 11. En morgenochtend draait deze wind naar noordwest en zijn stormbuien te verwachten. Ook veel regen in de komende nacht. En morgenochtend windstoten in het kustgebied tot windkracht 12, 120 tot 140 kilometer per uur is mogelijk. Een stormdepressie bij Engeland is op weg naar het Waddengebied. In de avond en nacht zal boven Nederland de wind al toenemen tot kracht 10 of 11. En morgenochtend draait deze wind naar noordwest en zijn stormbuien te verwachten. Ook veel regen in de komende nacht en morgenochtend windstoten in het kustgebied tot windkracht 12. 120 tot 140 kilometer per uur is mogelijk. En dan is het zover. De storm begint. De storm kun je niet tegenhouden. En ook de schade en de ongelukken door de storm kun je niet altijd voorkomen. Maar toch, als er meer mensen hadden geluisterd naar het weerbericht, zou de rest van dit filmpje er dan hetzelfde hebben uitgezien? Zeg het zelf maar. Thank you.
Het weerbericht is er niet zomaar voor de aardigheid. Voor veel mensen is het ook echt nodig om te weten wat voor weer het wordt. Voor hen is het ook belangrijk dat de weersverwachting klopt. Er wordt wel gezegd dat de weersverwachtingen nooit kloppen, maar dat is niet waar. 8 van de 10 weersverwachtingen in Nederland komen wel uit. Soms gaat het mis met de weersverwachting. Maar dat komt omdat wij in Nederland wel 40 verschillende soorten weer kennen. Je hoort het. Over het weer raak je nooit uitgepraat. Ook wij zouden nog uren kunnen doorgaan. Tenminste, als we nog tijd hadden.